Het volgende onderwerp is ontzorging en daar zijn wij sinds een tijdje bezig met de voorbereiding van een experiment. We willen graag, wat u al wel een aantal keer gehoord heeft, ook van Bernard, is een publieke ontzorger. En toen zei Binnenlandse Zaken tegen ons, nou ga dat dan maar een keertje uitzoeken of dat kan en hoe dat dan werkt. Dus we hebben daarvoor zijn we een experiment aan het voorbereiden en we hebben nu Leonie van der Steen en die gaat ons vertellen wat zij, hoe dat experiment er een beetje, of die voorbereiding van dat experiment eruit ziet en het onderdeel wat zij daarin heeft, had een mooie titel, Wordt u al geholpen? En dan moet ik denken aan Are you being served? Dus waar volgens mij ook Mr. Humphries dan ook zeker zich wel bemoeit met, ik bied u iets aan wat u eigenlijk niet weet dat u zou willen hebben. Maar wat als ik het u laat zien, toch zeker wel wil hebben. Dus ik ben wel benieuwd, Leonie, of je zoiets ook ons daarin mee gaat nemen. Dus niet alleen maar, is dit wat mensen willen, maar ook wat zouden ze eigenlijk moeten willen. Kom deze kant op. Daarom heb ik een papiertje bij me om goed voorbereid te zijn. Even checken, is het geluid zo goed? Moet ik hem zo dichtbij houden of kan ik hem een beetje zo achterloos in de buurt houden? Iemand zwaait wel als het niet goed gaat volgens mij. Goedemiddag allemaal, mijn naam is Leonie van der Steen. Ik kom inderdaad iets vertellen over het traject dat wij aan het doen zijn rondom de publieke ontzorging. Even kijken. Hij wordt zwart, dat is niet wat ik had gehoopt. Andere kant op. Kijk eens even. Etty, dank voor je inleiding. En inderdaad, toen wij gevraagd werden om een titel aan te leveren, dacht ik, nou, er moet in ieder geval iets van humor in zitten. Want als we dan toch mensen op een of andere manier willen ontzorgen, dan moet het ook leuk zijn. Want dat is een van de dingen waardoor mensen daadwerkelijk stappen zullen gaan zetten. Dat is tenslotte waar dit voor bedoeld is. Het is een tussenstand, staat hier. Eerlijkheidshalve, we zijn al ongeveer 3 weken bezig. Dus, en gelukkig nog wat langer te gaan. Dus de komende tijd zullen we meer resultaten kunnen laten zien. Maar ik neem jullie in ieder geval alvast even mee in wat er de komende tijd gaat gebeuren. Dit is een plaatje wat velen van jullie hopelijk bekend voorkomt uit het ontwerp Klimaatakkoord. Hierin is ontzorging ook goed benoemd, gelukkig. En hier zie je de verschillende initiatieven die in het Klimaatakkoord opgenomen zijn, zowel door publieke als private partijen, rondom het ontzorgen van particuliere eigenaren. Er zijn redelijk wat gesprekken geweest tussen Binnenlandse Zaken en de Bouwagenda om te kijken hoe gaan we hier nou één geheel van krijgen. Want uiteindelijk is ons doel natuurlijk dat alle bewoners ook daadwerkelijk van A tot Z stappen gaan zetten en niet halverwege uit dat proces vallen of überhaupt niet aan het proces beginnen. En daarom heb ik dit plaatje er even bij gezocht. Het zijn uiteindelijk alle stappen die we mensen willen helpen om zonder nat pak aan de overkant te komen bij hun mooie nieuwe huis. Ik zal er wel bij zeggen, dit is de noordkant van de gevel. Aan de achterkant verwacht ik dat de zonnepanelen liggen van deze prachtige aardgasvrije huizen die jullie op dit plaatje zien. Vorige bouwcoalitiebijeenkomst, denk ik, in oktober, zag ik dat er ook al wat gepresenteerd is door Paul Geurts van Kessel. Dat is een van de mensen die ook betrokken is in dit traject. Het is een samenwerking van meerdere partijen waar ik straks even iets over zal vertellen. We hebben tot september de tijd om dit onderwerp uit te diepen. En ik zal jullie even vertellen uit welke onderdelen dat bestaat. Dus wij kijken in eerste instantie naar de 5 elementen van ontzorging. Dus dat zijn deze 5 die jullie hopelijk bekend voorkomen. Ik zal ze daarom niet voorlezen. En het programma waar wij nu mee bezig zijn, richt zich eigenlijk op verschillende van die onderdelen. Dus uiteindelijk gaat het erom dat we kijken, hoe kunnen we nou die publieke ontzorging zo inrichten, dat we alle particuliere eigenaren kunnen helpen om daadwerkelijk naar dat aardgasvrije huis te komen. En CO2-neutraal natuurlijk op termijn. En dat begint bovenin bij wie zou dan die publieke ontzorger moeten zijn en hoe zou die rol moeten vervullen. Dat vraagt in de woorden van Olivier Lautenslager, die hier onze aanspreekpunt binnen de bouwagenda is, een revolutie op vele vlakken. Dus heel veel partijen zullen hun rollen kunnen of moeten gaan veranderen om daadwerkelijk een totaal ontzorgingspakket te kunnen bieden. En dit is een onderwerp waar Etty en Bernard zichzelf druk over maken, over hoe zouden die rollen eruit kunnen zien en hoe kan dat dan goed ingebed worden.
De twee bolletjes die je daaronder ziet staan, dat zijn de twee onderwerpen waar wij vanuit Squarewise ons mee bezighouden. Dus dat is enerzijds het in kaart brengen van de bestaande initiatieven. Dat gaat over de elementen B, C, D en E. Maar tegelijkertijd kijken we natuurlijk naar bewonerswensen. Dus welke behoeften hebben mensen eigenlijk in ontzorging? En die twee dingen geven eigenlijk antwoord op wat zou zo'n publieke ontzorger dan kunnen of moeten doen. We kijken daarbij natuurlijk vooral naar wat er nu al beschikbaar is in de markt. Maar we kijken ook naar iets toevoegen, namelijk straatplannen. En daar wilde ik even kort op ingaan. Dit is iets wat Lars Boele en Felix van Gemen op hun konto nemen vanuit het Paris Proof Plan. En zij kijken naar hoe krijgen we nou stapsgewijs iedereen mee naar een energie-neutraal huis. En wat ik hier altijd heel interessant aan vind, is dat zij ook heel erg beginnen bij bewustzijn. Dus eerst maar zo'n nulmeting doen, kijken hoe je huis ervoor staat. Zij gaan dat nu testen in Wissingwoningen, in Weert en in Eindhoven. En zij zijn daar, hebben mooie anekdotes onder andere over hoe zij met blower door tests vervolgens op kierenjacht gaan met lokale bewoners. En dat is ook waarom het niet woningplannen heet, maar straatplannen. Want op het moment dat één buurman zoiets aan het doen is, merkte zij dat in de straat al heel veel enthousiasme ontstaat om diezelfde tapejes die geplakt zijn ook in de andere woningen te doen. Waarmee zij in een half uur al enorm veel energie bespaard hebben. Zij werken hierin ook samen met Lisanne Havinga van de TU Eindhoven, die met een dynamische rekenkern bezig is, inmiddels al een derde generatie. Dus de ervaringen die Lars en Felix in de praktijk opdoen en de theoretische modellen van Lisanne zorgen ervoor dat er steeds beter een match komt tussen dat wat er daadwerkelijk in woningen gebeurt en dat wat er theoretisch uit die modellen komt. Om zo ook te kunnen komen tot een klassificatie van woningtypes. Tot zover. De laatste is dan het verdiepen van het aantal initiatieven die nu al in de markt ontstaan. Die eigenlijk zeggen, wij doen al die hele ontzorging van A tot met E. Of in ieder geval proberen we op vernieuwende wijze daar antwoorden op te vinden. Er zijn er nu drie waar we kijken of één of twee van die wat verder uitgediept gaan worden. Die staan hieronder. Odivier is druk bezig om te overwegen welke van deze drie uiteindelijk daadwerkelijk wat dieper onderzocht worden om te kijken of ze die revolutie aan de bovenkant ook kunnen gaan helpen versnellen. De resultaten die hier uiteindelijk uit moeten komen, allereerst natuurlijk een ontwikkeling of een ontwerp voor publiek ontzorgende organisatie. En als dat niet een organisatie wordt, zou het ook een projectvorm kunnen zijn. We willen aansluiten bij best practices en wensen van bewoners. We komen tot betere kwaliteit adviezen en processen die dus uiteindelijk ook leiden tot die klassificatie. We in al deze sporen die ik net behandeld heb, trekken we veel op met actoren en stakeholders, zodat die ook hun eigen ideeën en wensen kunnen inbrengen. En we werken uiteindelijk toe naar een ontzorgingscongres in oktober. Even onder voorbehoud van hoe de corona zich ontwikkelt. En uiteindelijk is de ambitie om dit wel in de praktijk te testen. Dus wij werken nu toe naar een ontwerp voor een ontzorgingsorganisatie die we vervolgens zouden willen testen in een experiment. Er is mij verteld dat jullie tussendoor vragen kunnen stellen als daar behoefte aan is. Ik neem aan dat die op mijn schermpje komen. Als dat niet zo is, dan neem ik aan dat er geen vragen zijn. En anders verwacht ik dat iemand hier een prachtig dansje doet, zodat ik weet dat er iets aan de hand is. Ik zou wat ingaan op onderdeel 2 en 3, de bestaande ontzorgingsinitiatieven. Jullie zagen net die prachtige stapstenen die naar de overkant leiden. Maar het kan natuurlijk best zijn dat je uiteindelijk dit tegenkomt in de praktijk. Namelijk de eerste 4 stapstenen zijn er wel. Je bent lekker onderweg. Het is wat ijzig, het is wat koud. Je weet eigenlijk niet precies waar je heen beweegt. En bij stap 4 houdt het op. Nou, dat is exact wat we proberen te voorkomen. En tegelijkertijd proberen we wel ook te kijken, wat is nou eigenlijk de behoefte van de bewoner? Als die zegt, doe mij liever een brug naar de overkant, is dat in ieder geval iets waar we ons bewust van moeten zijn. Nou, wat wij vervolgens proberen te doen, of wat we aan het doen zijn, is te kijken welke ontzorgingsmaatregelen of concepten zijn er al. Die delen we in naar de klantreis. Dat was dezelfde als die jullie in dat eerste plaatje zagen van het OCA. Dus waar zitten al initiatieven? Hoe bestendig zijn die? Hoe stevig zijn die? En dekken die de hele behoefte af? Dus welke initiatieven voor ontzorging zijn er?
welke ontzorgingsbehoeften geven die invulling en hoe effectief zijn we? Kom ik straks even op terug, want het meten van effectiviteit is hierin nog een belangrijk aandachtspunt. En uiteindelijk, welke ondersteuningsbehoeften worden dan op dit moment onvoldoende ingevuld, zodat we ook weten waar we op zouden moeten focussen in een vervolgexperiment. Nou, dit zijn de stappen die we nu aan het nemen zijn. De eerste twee zijn nu in gang. Dus het in kaart brengen van bestaande ontzorgingsinitiatieven. En het inventariseren van bewonersbehoeften. Daar komt een focusgroep voor binnenkort. Dus we hebben na deze twee stappen een expert meeting waarin we met name gaan kijken, hoe meet je nou die effectiviteit? Hoe weet je nou dat iets goed is en aansluit bij wensen? Op basis daarvan gaan we in stap 3 een hypothese ontwikkelen om vervolgens die ene hypothese of varianten op in een bewonersonderzoek te toetsen. Om vervolgens ook die uitkomsten weer te valideren met een expertgroep. Nou, dit is even om jullie te laten schrikken hoeveel initiatieven er al zijn als je kijkt naar de markt zoal. Maar voordat iemand hier een vraag over gaat stellen, ga ik snel door. Een aantal observaties die we tot nu toe hebben gedaan is onder andere, als je naar de literatuur kijkt, dan wordt er heel veel gekeken naar gedrag in de oriëntatiefase, dus in die eerste fase van de klantreis. En over het gedrag, maar niet over de effectiviteit van maatregelen. Dus hoe krijg je nou mensen daadwerkelijk stappen verder? Dus dat is ook waardoor wij zeggen, ja, we kunnen dit wel valideren met experts, maar uiteindelijk is een experiment in de praktijk wel van belang om daadwerkelijk te kijken hoe dit werkt. Dat geldt overigens ook voor het tweede. Want in het bewonersonderzoek dat wij gaan doen in de zomer is het de bedoeling dat we ongeveer 1000 respondenten bevragen. Zul je een verschil zien tussen hoe zij op zo'n vragenlijst antwoorden en hoe zij in de praktijk werken. Dus ook daar zullen we de resultaten updaten met ervaringen in de praktijk. En de vraag die wij vaak krijgen is, zijn deze instrumenten nou toepasbaar op alle doelgroepen? En wat we hebben afgesproken is dat we in eerste instantie kijken naar instrumenten die in de breedte toepasbaar zijn. En dus ook op landelijke schaal. En vervolgens, als we weten dat er een verbijzonderende maatregel nodig is, dat het in een bepaalde situatie wel lukt en een andere situatie aangevuld moet worden, dan vermelden we dat erbij. Ik heb geen idee hoe ik in mijn tijd zit, maar ik kreeg net een zwaaitje dat ik een klein beetje moest opschieten. Nou, dan begin ik nog een keer. Nou, wat misschien wel leuk is, is om een aantal anekdotes dan te vertellen. Of in ieder geval een aantal onderwerpen die wij nu tegen zijn gekomen. Dus dat wat we merken is dat er in de markt al best heel veel beschikbaar is. En dat iedereen die je daarover bevraagt hele verschillende perspectieven heeft. Dus je hebt uiteraard de discussie tussen moet het nou door een publieke partij aangeboden of een private partij aangeboden. Verschillende mensen hebben daar verschillende behoeften bij. Alleen daarin is het statement uiteraard dat er moet in ieder geval een minimum benchmark zijn die gegarandeerd kan worden. En dat is toch uiteindelijk een publieke taak. Private partijen blijven daar uiteraard maximaal op invullen en aandragen. En een andere discussie die we wel hebben is het verschil tussen schaal. Dus in hoeverre, dat sluit aan bij mijn laatste observatie. De schaal is sowieso moet iedereen ermee bediend kunnen worden. Dus er is een landelijke schaal nodig. En tegelijkertijd merk je dat instrumenten voornamelijk werken als ze op de persoonlijke situatie van de bewoner aanhaken. En dus is er een gekke balans te zoeken tussen landelijke dekking en inspelen op de specifieke wens van de bewoner. Nou, dan is het misschien leuk om te eindigen met één heel specifieke anekdote. Namelijk gisteren, ik ben betrokken bij een proeftuin in Utrecht, in Overvecht. Daar wordt gewerkt aan een aanbod voor overstap op aardgasvrij koken, waardoor deze mensen direct aardgasvrij zijn. En gisteren hebben een aantal marktpartijen die gezamenlijk een aanbod willen aanbieden, direct hun eerste proof of concept gepresenteerd aan 8 bewoners. En waar wij hadden verwacht dat er een hele grote discussie was over betaalbaarheid. En uiteraard zeiden alle bewoners wel, ik heb mijn buren gesproken, die hebben wel echt een woonlastenneutrale oplossing nodig om over te stappen. En dat is ook de insteek van het experiment. Bleek uiteindelijk dat het allerbelangrijkste voor deze bewoners die wij in de Zoom hadden, zeiden als er een leiding te zien is als een opbouwleiding,
dan stap ik niet over. Dus zo is het nog steeds wel interessant om ook gewoon contact te houden met de daadwerkelijke wensen van bewoners. En daar dus ook flexibel in te kunnen zijn. Nou, dat is denk ik wat ik wilde vertellen. Zijn er vragen hier in de zaal? Aanvullingen van Olivier? Ja, ik ga jou een vraag stellen, dan weet ik niet. Ja, Leonie, dankjewel. Jij hebt als persoon en als bedrijf al, je gaf net al een voorbeeld, al aardig wat ervaring ook in wijk aanpakken. En het is niet voor niks dat we je hierbij betrokken hebben. We werken toe naar de voorbereiding van een experiment. En dan hebben we het over volgend jaar misschien, dat een keer plaats gaat vinden. En jij werkt nu aan deze bouwstenen die je hebt toegelicht. En je weet wat de andere partijen aan gaan leveren om zeg maar de puzzel samen te leggen. Kun jij je al een voorstelling maken van hoe dat volgende experiment wat hieruit moet komen eruit zou moeten zien? Of heb jij al nu al ideeën of aanbevelingen waarop het anders moet dan vroeger? En ik zeg het ook in de wetenschap dat de Rekenkamer vrij negatief is geweest over de wijkaanpak tot nu toe. En dat moeten we natuurlijk nuanceren. Maar nogmaals, heb je ideeën hoe het volgend jaar anders zou moeten doen? Mooie vraag. Ik ben blij overigens dat je zegt dat we het Rekenkamerrapport enigszins moeten nuanceren. Want er is inderdaad, er gebeurt heel veel in wijkaanpakken. Heel veel goeds en ook heel veel wat beter had gekund. En wij hadden zojuist in de voorsessie al even een gesprek over het Instituut van Briljante Mislukkingen. En wij zijn onder andere bezig nu met een leergang voor ambtenaren die in aardgasvrije wijken bezig zijn. Om juist ook de veiligheid te creëren dat zij tussen aanhalingstekentjes fouten moeten maken. En wat professor Paul Iske altijd zegt, is er een onderscheid tussen fouten en briljante mislukkingen. Dat zijn namelijk ingrepen die niet hebben geleid tot het gewenste doel, maar wel veel leerervaringen hebben opgeleverd. En dat is volgens mij ook een van de onderdelen van mijn antwoord op jouw vraag. Dus als we leren, als we iets experimenteren, is het van belang dat we vooraf bedenken wat we willen leren. Daar tijdens ook heel erg actief op monitoren en daar achteraf ook heel open over communiceren. Want alleen dan weten we alle experimenten en alle kennis die er al opgedaan wordt goed bij elkaar te brengen en daadwerkelijk stappen vooruit te zetten. Dus dat is een algemener antwoord. Ik kan me voorstellen dat je ook een wat inhoudelijker antwoord zou willen hebben. En daarin kan ik wel zeggen dat ook ik heel veel goede oplossingen zie die op heel veel verschillende plekken opnieuw gepilot worden. En die volgens mij allemaal al onderdeel van de oplossing kunnen zijn. Dus daarom ben ik ook zo blij met deze opdracht. Want wij kunnen dus inderdaad nu in al die instrumenten, al die toolboxen die jij noemt, grepen doen uit dat wat daar werkt. En de grootste uitdaging is denk ik om het op een hoog genoeg aggregatieniveau te houden. Dus er zijn hele mooie ontzorgingsinstrumenten voor de financiering van VPE's bijvoorbeeld de laatste tijd ontwikkeld. Wat jij zelf onder andere ook weet. Maar er zijn ook hele goede voorlichtingssites. Er zijn ook, er wordt ontzettend goed werk verricht bij energieloketten onder andere. Dus volgens mij moeten we met name het kind met het badwater niet weggooien. Maar veel opener zijn in het gebruiken van elkaars ervaringen. Het vertellen over elkaars ervaringen. En kijken waar dat goed op elkaar aansluit. En dat is dan misschien mijn vraag terug aan jou. Wat volgens mij niet de bedoeling is, is dat we tot één blauwdruk komen waar alles aan moet voldoen. Maar dat we juist proberen diverse tools voor allerlei verschillende doelgroepen en mensen en vragen en woningtypes bij elkaar te brengen. Maar die wel heel makkelijk te ontsluiten. Wanneer past iets nou bij een woning? Wanneer past iets nou bij een bewoner? En wellicht wel tot een soort DNA-profiel te komen van wanneer welk type ontzorging daadwerkelijk werkt. En volgens mij is dat laatste het spannendst. Dus niet het bedenken van nieuwe initiatieven, maar het bedenken van wat wanneer werkt. En waar dus dan de gaten nog zitten. Ja, dankjewel. En dat is voor mij ook wel een bruggetje, misschien ook voor een vraag die volgens mij gesteld is. Waarom zou dat dan juist publiek moeten zijn, hè, om dit te gaan doen? Want daar is zeker discussie over en daar verschillen de meningen ook over. Want je zou net zo goed kunnen wachten totdat het aanbod eindelijk een keer op orde is. En mensen een gegarandeerde woonlastneutrale propositie aangeboden krijgen. En dan gaan ze misschien wel vanzelf. Dat duurt waarschijnlijk nog lang. En ik denk dat al deze elementen die jij nu noemt en ook die briljante mislukkingen waar we op moeten sturen,
of die we, dat juist erg nodig is om de kwaliteit van de processen en de experimenten die we doen, om die te monitoren en om dat niet in 365 gemeentes of tig wijken allemaal apart te gaan doen. Dus ik denk dat belangrijke ingrediënten zijn om het in ieder geval publiek tijdig te doen. Ik weet niet of jij daar nog nieuwe elementen of onderdelen voor ziet voor dat antwoord. Maar ben jij zelf overtuigd dat we nu iets publieks moeten doen? Nou, grappig dat je de nadruk zo op nu legt. Want ik vind het juist ook interessant om te kijken naar wat als we over 25 jaar terugkijken. En dat vind ik ook een interessante kwaliteitsborging die we moeten geven. Dat wat er aangeboden wordt, moet zich ook ontwikkelen. En ik kan me goed voorstellen dat zo'n keurmerk of een prestatiegarantie of een toets daarop absoluut een publieke taak is. Waardoor maximale ruimte gegeven wordt aan alle vernieuwende private initiatieven die er zijn. Want ik ben me ook zeer bewust dat veel van de private partijen die nu dingen aanbieden. Dus een Factor E, een winst uit je woning, een woningwaard en heel veel van dat soort partijen zijn tegen de bierkaai op, thuisbaas, aan het varen om echt wel met de beste bedoelingen de beste oplossing te bieden aan particulieren. En die moeten we dus niet, die moeten we het niet moeilijker maken volgens mij, die moeten we het met name makkelijker maken. En die maken we het makkelijker door hen te helpen om één kwaliteitsstandaard zelf te laten ontwikkelen bijvoorbeeld. Of om wellicht te helpen in het afvangen van hele standaardvragen waar zij nu heel veel tijd aan kwijt zijn. Wellicht zelfs door een soort gezamenlijke back-office te starten. Dus dat zijn allemaal zaken waarbij de markt ook geholpen kan worden om juist beter die vraag te bedienen. Met een betere business case voor hen en een beter resultaat, beter kwaliteitsniveau voor de particulier. Ja, waarbij in ieder geval voor de bouwagenda altijd van heel groot belang is dat we een betrouwbare partij in eerste instantie creëren om alle zorgen die er nu zijn en ook denk ik wel terecht vaak zijn om die geadresseerd te krijgen en om die al experimenterend bij één organisatie verder te krijgen. En waarbij zeker de markt geholpen moet worden en zeker de markt ook allerlei initiatieven daarnaast mag ontplooien. Voor wat mij betreft... Ik heb ook nog één vraag. Nee, ik hoorde je net ook nog zeggen... We zijn ook echt wel op zoek naar maatwerk bij die particulier. Maar we zijn ook op zoek naar die aantallen. En dat is één van die punten waar wij dan toch van zeggen... in het kader van ook de rekenkamer. Van ja, die aantallen die blijven gewoon nog te ver achter. Hoe zie je dat die verbinding tussen die twee dingen? Hoe gaan we toch snelheid krijgen? Ja... Het lijkt wel alsof ik alle antwoorden paraat heb. En dat is helaas niet zo. Nee, dat maar. Nee, ik denk dat het streven naar schaal heel belangrijk is. Dus als je die partijen spreekt die ik net noemde, dan zeggen zij ook allemaal van doe mij klanten. En overigens zeggen heel veel dat ze ook al heel veel klanten binnenkrijgen. Maar dat het nog zo diffuus is welke vraag die mensen mee komen. Dat ze daarom veel te veel tijd kwijt zijn aan handling van particulieren. Waardoor ook te weinig goede voorbeelden, te weinig doorstroom, te weinig... standaardisatie in de producten en in de processen ontstaat. Dus het is uiteraard een kip-ei-vraagstuk. Ja. Wat dat betreft probeerde ik net ook wel aan te geven, richten wij ons op dat abstractieniveau dat voor iedereen geldt. Maar ik merk wel dat in onze opdracht die discussie over effectiviteit best een hele grote rol gaat innemen. Omdat uiteindelijk kun je daarmee ook zeggen, wat is nou effectief voor iedereen? Ja. En hoe ver bijzonder je het naar specifieke doelgroepen, woningtypes, financiële situaties? Want je hebt ook nog effectief voor de gemeente, de bedrijven, de netbeheerder en de bewoner. Hè? Dus ook die mix moeten we nog goed zien te... Ja. Dus, nee, maar in principe zou ik zeggen, daar waar we zoveel mogelijk standaardisatie en schaal kunnen creëren, daar moeten we dat doen. Met ruimte voor eigenlijk een beetje zoals de PBL-richtlijn voor de transitievisie warmtes. Waarbij gezegd wordt, van, nou, we zetten een standaard neer, maar we laten je ook weten hoe je dat verbijzondert naar een lokale situatie. Mooi, we gaan zien. Je komt vast nog wel een keertje terug bij ons. Ik hoop het. Dankjewel, Beeld volgens mij nu. Mag ik toch nog iets aan de vorige spreker vragen? Ja, dat mag. Dat moet zij ook nog wel weer even hier naartoe komen? Dan gaan we dat regelen. Het is gewoon een punt wat mij echt op de lippen brandt. Ik vind het fantastisch, je programma die je gaat doen. En ik weet dat ook van Olivier dat jullie grote plannen hebben. Mijn zorg is, en misschien heb je er iets over gezegd, maar niet alles heb ik goed gehoord. Mijn zorg is dat je
heel veel enthousiaste mensen hier hebt die dit willen. Maar hoe bereik je uiteindelijk die hele grote groep van mensen, modaal inkomen, die ook een eigen huis bij elkaar gespaard hebben, hypotheek zit dat daar, en die ook door het door de verduurzaming heen moeten komen. Dat is mijn grote zorg. Daarom hebben we ook die publieke ontzorger voorgesteld. Maar hoe krijg je de mensen zover dat die alleen maar met andere dingen bezig zijn? Want het is natuurlijk een luxe om ook met je verduurzaming van je huis bezig te zijn als je een minimuminkomen hebt. Hoe doe je dat? Dat interesseert me echt heel erg. Je moet de microfoon inderdaad, ja. Nee, jullie zitten samen in beeld. Dat komt goed. Nee, sorry. Terechte vraag. En ik weet ook dat dat een van de belangrijkste redenen is waarom we dit programma gestart zijn. Ik haalde net al even het voorbeeld van Overvecht aan. Daar hebben we ook echt ons best gedaan om hele diverse achtergronden van bewoners bij elkaar te krijgen als we praten over hoe moet dat aanbod er nou uitzien. Je merkt dat iedereen er een bepaalde betrokkenheid bij heeft. Dus ik ben ook bijvoorbeeld in een proeftuin in Schiedam betrokken. Daar hebben ook heel veel mensen gevraagd, wat doet dit onderwerpje nou? En iedereen heeft wel iets met verduurzaming. Al is het nou voor de kleinkinderen, al is het voor schone buitenlucht. Dus er is bij iedereen een haakje. Alleen, we moeten er ook respect voor hebben dat het voor deze mensen niet top of mind is. Dat het niet het eerste is waar ze mee uit bed komen. Maar wat ik heel grappig vond gisteren in die discussie van Overvecht, iedereen had met een aantal buren gesproken. En als we het zichtbaar maken, als we het toegankelijk maken, als we ook die ambassadeursrol invullen, dan denk ik dat we uiteindelijk iedereen kunnen helpen als er ook maar zekerheid geboden wordt. Als je maar weet dat als je een stap zet, dat je er geen spijt van krijgt. Want dat is iets wat deze mensen zich totaal niet kunnen veroorloven. En daarom denk ik, vandaar een publieke rol. En niet alleen een publieke rol, maar zeker moet die er zijn om ook die stap te kunnen zetten.